Hoi, superleuk naar deze nieuwe video. Ik ben Tismelle en vandaag ga ik verschillende soorten HATA-dranken proeven. HATA-dranken zijn van die dranken en ja, er moet zo'n balletje in komen om het eruit te krijgen. Dus laten we de eerste gaan openmaken en dit ziet er een beetje uit als blueberry. Dus laten we de eerste gaan openmaken en dit ziet er een beetje uit als blueberry. Deze halen we uit elkaar en hiermee kunnen we hem dadelijk, als het goed is, doorprikken. Het bal. Nou, update, hij is open. Hier zie je het balletje ook nou zitten. Hij spoot letterlijk open toen ik hem eenmaal goed doordrukte. Hier zie je nou het balletje zitten en we gaan hem proeven. Nou, het is prik. Het is een soort van frisdrank, zeg maar, met prik. En ja, inderdaad. Blueberry, raspberry, een beetje die kant op. Het heeft een lichte smaak. Het is niet van, het is meer zoet. Ook al proeft het aan de andere kant ook wel een beetje meer zoet. En de tweede die ik ga doen is oranje. En ja, ik denk sinaasappel of iets dergelijks te zien aan het plaatje. Hij is open, maar ik kan dadelijk oprecht gewoon een vloer gaan dweilen. Maar goed, voordat ik ga dweilen, we gaan hem proeven. Hier proef je niet echt smaak, dus vooral de prik die overheerst. Alsof je zeg maar hele slappe limonade hebt, maar dan met prik doorheen. De derde, en dit is denk ik aardbei. Hij is eindelijk open. Ja, pure aardbeienlimonade, maar dan maar prik, moet ik erover zeggen. En de laatste, en hierop kan ik van het plaatje in ieder geval niet uitmaken welke smaak het is. Dus dat is een verrassing. Deze ging easy. Ik heb nu het trucje door om hem op mijn been te zetten en dan zo op te stampen. Maar goed, we gaan het proberen. Deze is ook weer blauw. Maar minder blauw dan de andere. Dus het is wat dat betreft iets meer transparant. Er kan ook wel wat glas komen dat het een beetje blauw lijkt. Nee, ik vond deze niet zo. Deze smaakt meer gewoon als zeg maar suikerwater. No thanks. Eindoordeel, het kan ermee door, maar het is niet mijn favoriet. Het zijn glazen flessen, dus dat is wel al beter dan plastic. Maar ja, de smaak, het is niet heel sterk en er zit prik op. En vooral die laatste, no thanks, voor mij in ieder geval. En ze waren echt 2 euro per flesje of zo, dus ja. Maar goed, als je deze video leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal voor meer video's. Druk ook meteen op het belletje naast de abonneerknop. Zodat je nooit meer melding van mij hebt te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei!